Inflatie en depreciatie zijn niet gelijk aan geldontwaarding. Het verschil zit hem in het begrip koopkracht. Woorden van Anand Bihari. Hij was gisteravond een van de inleiders op de meeting van de kenniskring. Bihari, zijn inleiding was getiteld Hoe verder met onze geldontwaarding, devaluatie en rechtsbescherming? Volgens hem is inflatie gekoppeld aan goederen en diensten in een economie en depreciatie aan waarde van de eigen valuta. De inleider gaf verder aan geen geloof te hebben in de inflatiecijfers die gepubliceerd worden door het ABS. Van belang is even het aandacht te vestigen op de twee laatste cijfers. De cumulatieve depreciatie die 126,4% is en de cumulatieve jaarinflatie die 126,5% is. Een bijzonderheid moet ik zeggen. Dit komt bijna nooit voor dat in een tijdsperiode de inflatie vrijwel gelijk blijkt te zijn aan de inflatie, ofwel de inflatie gelijk is aan de depreciatie. Dus wat zegt dit eigenlijk? We zouden eigenlijk kunnen zeggen dat de ondernemers, want zij bepalen de prijsstijging, en de marktpartij die invloed hebben op de waarde van een valuta, dat ze volledig rationeel gehandeld hebben in de 9 jaren die verstreken zijn. Ik heb daar geen geloof aan, want de economische theorieën sinds 1960 tot heden hebben aangegeven dat de mens weinig rationeel handelt, veeleer irrationeel handelt. Dus ik hecht weinig waarde aan de cijfers zoals ze gepubliceerd worden door het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname. Ik vind dit een rariteit, maar het zij zo. Bihari gaat verder aan dat in aanloop naar de verkiezingen er sprake is van extra geldcirculatie. Regeringen willen het in het laatste jaar goed doen om stemmen te winnen. Dit gaat volgens de inleider vaak gepaard met monetaire financiering. Plotseling komt er geld in de economie zonder dat het de enige basis heeft gehad in de economie. En dat veroorzaakt eigenlijk depreciatie in de markt. En voor nu wil ik de vierde factor accentueren, namelijk wat kan depreciatie nu gaan veroorzaken? We horen te weten dat Suriname een enorme schuldenberg heeft opgebouwd. De staat moet meer dan $300 miljoen aan aflossing en rente per jaar ophoesten. En dat gaat doorringen. Dus ik verwacht dat er sprake zal zijn van geldnood in verband met de excessieve staatsschuld. En dat zal de verklarende factor zijn voor een komende depreciatie. Anand Bihari, inleider op de wekelijkse meeting van de kenniskring. Hij heeft de inleiding gehouden over hoe om te gaan met onze geldontwaarding, devaluatie en rechtsbescherming. De tweede inleider, Richard Kalu, is ingegaan op de rol van de informele sector. Volgens de kenniskring is voor deze actuele thema's gekozen in het licht van de komende begrotingsbehandeling, de vele drugsvangsten en de verkiezingen die voor de deur staan. Naast de twee inleiders in het panel is het panellid Bisham Chandralal van de Surinaamse Vereniging van Journalisten ook ingegaan op de thema's.